Hallo beste kijkers en welkom aflevering 7 van mijn weg naar succes. Er zat weer een dagje tussen, want het zijn toch wel examens zoals ik al eerder heb gezegd. En daar wil ik me gewoon prima voor voorbereiden. Want ik heb eigenlijk geen zin om het einde van het jaar alsnog te zakken en dat ik dan daar de VAVO moet gaan doen. Maar, dus ik ga er eens een beetje voor studeren en dan zie ik deze week wel hoe ik dat met uploads ga doen. Waarschijnlijk niet dagelijks, omdat ik toch wel iets meer wil focussen op mijn studie, maar dat zien we dan wel. Gelukkig waren jullie in de comments heel erg sympathiek en zeiden jullie, ja, de examens gaan toch wel voor. En daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En dus vind ik het gewoon heel fijn dat jullie ook mijn situatie momenteel een beetje accepteren. En ik wil ook wat gameplay achterhouden nog natuurlijk voor als ik naar Spanje ga, zodat ik niet weer een dikke maand inactief ga. En dus daar ben ik nu allemaal aan het regelen, dus ik ben volop aan het spelen in de tussentijd. En ik moet ook zeggen dat er misschien binnenkort nog een video eraan komt met een andere YouTuber. Die zal op zijn kanaal komen en dat zal je dan nog wel zien. Maar dat blijft voor nu eentje nog een kleine verrassing. In ieder geval gaan we terug naar de gameplay. Je ziet dat wij in onze eerste wedstrijd alsnog punten verspillen. Want toen kwamen we tegen een zeker niet al te slecht team. Hij had echt zieke spelers zoals Diego Costa. Natuurlijk ook Yaya Touré en zo nog wel een aantal anderen. En zo kreeg je dus door een goal van Yaya Touré. Dus kwam je op gelijke hoogte. In deze wedstrijd komen we op tegen Cavani en Lacazette. Zeker geen slechte spitsen. En ik zeg eigenlijk gewoon speciaal alleen maar Lacazette en Cavani. Omdat zij toch wel belangrijk waren in deze wedstrijd. Hier speel ik heel erg slecht. En daarom speelde mij dus met een simpele ballroll uit. Wat eigenlijk gewoon amateuristisch verdedigd was van mijn kant. Hier krijgen we een klein beetje lag. Dus het is een beetje een even wachten pizza moment. Want het pizza moment komt er zeker aan. Bel de domino's maar alvast. Want Rondon die scoort er een goal. De score op gelijke hoogte te brengen en dat betekent dus dat wij voor jammer genoeg maar heel erg kort op gelijke hoogte waren, want wij kwamen met Cavani en Cavani haalde volop uit. Was zeker geen slecht schot, want uiteindelijk kom je dus daarmee op 1-2, maar ik wilde niet weer punten gaan verspillen nadat ik de vorige wedstrijd gelijk had gespeeld en volgens mij de wedstrijd daarvoor zelfs nog had verloren, dus het ging niet heel erg lekker en dat wilde ik dus eventjes gewoon uitbannen. Ik kon niet dat we nog een keer punten gingen verspillen, dus hier komt Rondon en die laat eventjes zien waarom hij in vorm een heel erg groot beest is, want hij weet alsnog gewoon de bal erin te prikken. En bij de 3-2 komen we uiteindelijk de omslag en nemen wij het heft in handen, want hier komt Seydou Doumbia. Die speelt hier eigenlijk helemaal niet zijn tegenstander uit, maar ik weet niet wat hij daar aan het doen was. Hij ging niet op mij af, dus ik kon gewoon vrij uitlopen en dus ook gewoon in principe vrij uithalen. Niemand kan de bal stoppen en zo schiet ik dus de 4-2 erin. Hij krijgt nog wel één goaltje terug om de spanning weer terug te brengen, doordat ik hier gewoon weer niet lekker zit te verdedigen. En Cavani is echt een klinische afmaak en mijn keeper is af en toe een beetje, ja, inconsequent. Die stopt af en toe zieke bal en dan doet hij weer is helemaal niks. En dat is af en toe wel frustrerend. Maar hier scoren we de 5-3 nadat we gewoon het overzicht blijven bewaren met Seydou Doumbia. En hier kunnen we eigenlijk gewoon, of kan hij de hekken sluiten. Want ja, het is hier gewoon 6-3. En dan is het gewoon, over en uit met het eindresultaat. Maar we zullen uiteindelijk nog één extra goal scoren. Want hier komt Doumbia weer. En die man die is extreem snel. Speelt de keeper uit door hem gewoon voorbij te rennen. Door zijn pure snelheid. En daardoor scoren wij dus de 7-3. En winnen wij deze wedstrijd van Gucci FC. Wat zeker niet een negatief resultaat is, natuurlijk de 7-3. Dus dat betekent weer wat extra vertrouwen in ons team. En dus gaan we weer een potje spelen. In de hoop dat we weer de 3 punten zullen pakken. Maar de uitgangspositie in deze divisie ziet er tot nu toe gewoon prima uit. Niks om over te klagen. Dus hoeft natuurlijk nog niks echt speciaal te veranderen. Dus ik ga nog een wedstrijd spelen met het Russische team. En wij komen tegen LD Salmiak. En LD Salmiak was een niet al te makkelijke tegenstander, want hij heeft ook een heel erg goed team. Je ziet hier gewoon Touré, Diego Costa, Jesus Navas. Dus ik dacht van ja, dit wordt echt een fantastische wedstrijd tegen hem. Oftewel, dus helemaal niet. Want hij komt hier met Diego Costa en die schiet hier gewoon volop. Helemaal niet, eigenlijk. Maar hij scoort alsnog gewoon de 0-1, dus dat was een beetje krom. En daarna komt hij hier nog een keer vrij, want ik weet niet wat er hier met mijn verdediging aan de hand was, maar niemand stond op zijn plek in. Zo kon Jesus Navas dus gewoon volop rennen. En ja, die man die kan rennen. En ze scoort dus ook de 0-2, dus de situatie was niet heel erg ideaal. Maar gelukkig zullen wij nog wel terugkomen, want ik ging dus gewoon een keer all-out attack. De nieuwe tactiek, waardoor je dus eigenlijk gewoon zelfs je centerback naar voren gooit. En dat werpt zijn vrucht al, want hier scoren wij de 1-2. En niet voor later krijgen wij nog een klein gelukje mee. Want die komt Valbuena, kopt zowaar eens een keer een bal. Die geeft hem door aan Bistrov. En Bistrov maakt hem hier gewoon af, zodat we op een 2-2 komen. We hadden zelfs nog een kans om uiteindelijk de winst naar huis te nemen, wat wel een beetje onverdiend was geweest. Want die kan een koppel met Doumbia, jammer genoeg, er niet in. En zo blijft de score dus op een 2-2 gelijk spel. Hier had ik nog een goede kans. Je ziet daar gewoon 3 mensen lopen waarbij ik de bal had kunnen passen. Maar ja, hij vond het goed genoeg. En ze spelen we deze wedstrijd 2-2 gelijk, dus jammer genoeg geen winst. Maar ja, we hebben alsnog een prima resultaat uit weten te slepen tegen dit team. Dus dit is het einde van de aflevering. Vergeet het niet een like achter te laten, het helpt me enorm. Als je niet geabonneerd bent, kan je dat altijd doen. De link is in de beschrijving staan, net als in mijn social media. En dan wil ik jullie bij de volgende video welkom heten. Dus tot de volgende video, jongens.